Goedemorgen. Goedemorgen. Hier staan we in onze skilerarenpak. Het is onze eerste dag. Yes. Nou ja, eigenlijk jouw dag, want Tessa is ingeroosterd voor een privélesje. Ja. Met een heel klein jongetje. Heel klein jongetje van 4. Van 4. Dus, ski-ervaring. Helemaal top. En ik sta gewoon in stand-by. Tot 11 uur moet ik hier staan. Dat ik mogelijk aan mijn jasje getrokken kan worden van hey, daar moet daar mee. Toch werken, ja. Dus gisteren hebben we dat niet gedaan. Nee. En toen werd Tessa 2 keer gebeld. En waren ze niet heel blij dat we niet paraat stonden. Dus ja. Het is nu op kerstdag. Ja, eerste kerstdag. Eerste kerstdag. Mensen zitten lekker te brunchen, lekker te ontbijten. Wij staan lekker in de sneeuw. Ja, heerlijk. Dat is net wat je wil. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb dus nog nooit les gegeven. Ik hoop dat het kind echt heel lief is en niet gaat huilen. Anders ga ik ook huilen. Nee, het komt vast helemaal goed. Ja. Weet je, aan een kind kan je nooit het slechts doen, denk ik dan maar. Ik denk dat het kind ook wil skiën. Maar ja, het is toch wel even spannend. Ja. Goedemorgen. Weer een nieuwe dag. Weer een nieuwe week. Vandaag heel slecht weer. Het sneeuwt, heel mistig. Het is vandaag dinsdag 28 december. We zijn nu hier toch al ruim 2 weken nu. Filip heeft een klasje van kinderen van 7 tot 11 jaar. Die al redelijk zelfstandig en goed kunnen skiën vanaf de piste. En ik heb een klasje van kindersneeuwalm. Dat zijn de kleine kindjes. En mijn leeftijd is van 4 tot 6 jaar. Ik hoopte eigenlijk vandaag met ze de piste op te kunnen. Want ze gaan eigenlijk heel erg goed. En de kindersneeuwalm hebben ze helemaal foutloos getrotseerd. Maar goed, als het sneeuwt... Weet ik niet. Ik hoop in ieder geval dat ze niet heel veel hoeven te huilen. En dat het weer hun niet tegenhoudt. En dan gaan we het verder zien. Uitziet, naar aanleiding van de vorige filmpje. Je hebt zeg maar 2 soorten groepen. Je kan of beginnen om 9:30 of om 10:30. En als je om 9:30 begint, ben je om 9:30 klaar. Als je om 10:30 begint, ben je om 4:30 klaar. Tenminste, zo werkt het eigenlijk met de groepjes, met de kindergroepjes. Dat kan ook voor volwassenen groepjes zijn, maar zo hadden wij dat ook met de kinderen. Als je privéles hebt, dan werkt het weer anders. Dan kan je of per uur of per 2 uur of voor een hele dag ingehuurd worden. Nou, en ik had dus dan les van 9:30 tot, of van 9:30 tot 9:30 en Filip van 9:30 tot 10:30, of tot 9:30. Dus wij ontbijten eigenlijk apart en we waren ook niet echt heel erg op de piste bij elkaar in de week. Ik kwam gewoon echt de berg op en jij zat echt vooral in de kindersneeuw. Vooral op de kindersneeuw. Daarom een beetje, hè? Ja, ja. En hoe dan een beetje zo'n week eruit ziet. Nou, je begint zeg maar op zondag en op maandag moet je echt heel goed aanwezig zijn. 9:15.
Dus dat is echt wel even killing, maar oké. En dan afhankelijk waar je dan bent ingedeeld, ga je dan naar je verzamelplaats. Dus of op de kindersneeuwalm, of bij de privégroep. Of je gaat waar Filip dan stond bij de Snowstars. Dus dat zijn de oudere kindjes. Nou, daar ga je dan verzamelen. En dan krijg je zo'n week speech van nou, dit en dit. En jij zit in die groep. Ja. En nou ja, goed, dan krijg je alles een beetje te horen. En dan komen je eerste kinderen. Nou, en dan moet je al die kaarten verzamelen. Want die kinderen krijgen allemaal een koerskaart. Die moet je allemaal bij je houden. Want ja, die kinderen mogen het zelf niet kwijtraken. Ja. Maar goed, jij mag het dus ook niet kwijtraken. Dus het is best wel... nou ja, ik ben gelukkig nooit wat kwijt. Dus het is voor mij best wel een verantwoording. Maar goed, dat is oké. En dan kunnen die ouders ervoor kiezen of ze dan ook met ons meelunchen of dat ze zelf gaan lunchen. Omdat je smiddags een uur pauze hebt. En als je dan met die kids gaat lunchen, dan moet je dus ook dat middagskaartje meenemen. Aan toe gaat is dat je dan met je groepje krijg je dan een kaartje. En dan moet je dat af gaan vinken. En iedere dag kan je dan een stapje verder. Dus je begint op de makkelijkste piste in de kindersneeuwalm. Maar je gaat dan steeds verder totdat je zelf de grote piste op kan. Nou, en dat gaat dan van zondag tot en met donderdag. En donderdag moeten ze eigenlijk zoveel mogelijk hun kaartje af hebben voor hun niveau, zeg maar. Dat is dan de bedoeling. En dan ga je oefenen voor het wedstrijdje, want iedere vrijdag is er een wedstrijdje. En die wordt op donderdag al opgebouwd. En dan kan je daar met ze mee oefenen, want ze moeten dat wedstrijdje helemaal zelfstandig doen. Normaal skiën ze, zeg maar, ja, ze moeten hier varen. Normaal skiën ze, zeg maar, achter jou aan in een klasje. Maar dat doen ze dan natuurlijk niet op zo'n wedstrijdje, want het gaat op tijd. En degene die dan wint, ja, die krijgt dan een soort oorkonde diploma. Dus dat ga je dan die donderdag met ze oefenen. En dan die vrijdagochtend moet je vroeg verzamelen weer. Want dan moet je de wedstrijdhesjes pakken en de medailles. En dan is eigenlijk de wedstrijd en het einde van die dag is het een beetje klaar. Ja, en dan moeten we dan de prijsuitreiking doen. Ja, zelfs dus prijsuitreiking. Is wel anders dan normaal. En je hebt alleen een beetje groepjes. Je moet zelf wat verzinnen en wat een beetje leuk maken voor de kids. Ja. Dus dat is dan wel even anders voor corona. Maar dat is dan wel op zich wel goed. Hè? Ja. En mijn prijsuitreiking hebben we trouwens opgenomen en die zag er zo uit. Dat is toch leuk? Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor deze week. De juf vond het super leuk met jullie. Hè? Jullie zijn begonnen hier zo'n beetje met nog van deze baan. Toen moesten we leren rennen, hè? En vandaag was het een anders. Ja, was het met iemand anders? Ja, dat voelt niet zo wel. En toen vandaag helemaal zelf op een grote fietsput wedstrijdje gedaan. Super goed, hè? En jullie hebben allemaal je boekje kunnen afvinken. Zal ik voor jou straks ook een boekje maken? Volgend jaar, als jullie eventueel terug kunnen komen, dan zijn jullie geen Wermelie-vriendjes meer, omdat jullie die hebben al helemaal gedaan. Dan mogen jullie naar het volgende klasje, naar de Snowstars. Naar het grotere klasje. Met Stoffa. Goed, hè? En vandaag hebben we een wedstrijdje gedaan. En voor dat wedstrijdje is er maar natuurlijk eigenlijk één winnaar. En de rest is allemaal tweede. Dus allemaal tegelijkertijd te eindigen. Maar ik zal hem hierin laten, want ik denk dat hij anders niet helemaal netjes blijft. Heel blij. Het was ontzettend leuk. We hebben een goede week gehad, een goede eerste week. Vandaag is lekker onze vrije dag. We gaan zo lekker wandelen naar Fies. Zullen we jullie ook weer even meenemen hoe dat gebied er een beetje uitziet. Het is natuurlijk echt prachtig wakker worden iedere dag.